is wel ontzettend behaarlijk, Kostas. Ja, zeker weten. Echt ongelofelijk weer zo'n gevoel. Ja, ik dacht dat we niet meer zouden meemaken. Maar helaas gebeurt het weer. Ja, ik noem FC Twente uit, dat doe je waarschijnlijk op, hè? Ja, het is een beetje dat Twente verhaal is weer teruggekomen. Ja. Ja, hij zegt apart, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik kan het echt niet uitleggen. Nou, anders, hoe was de sfeer net in de kleedkamer? Jullie zijn denk ik helemaal kapot. Ja, dan gaan we sommige spelers gaan schreeuwen. In het algemeen is rustig, want ja, je moet een beetje toch je emoties een beetje controleren. En ja, op dat moment iedereen is gewoon, ja, hoe moet ik zeggen, chagrijnig of ja, teleurgesteld van de wedstrijd. Het is gewoon jammer dat we weer punten weggeven. Ja, de moeilijkste vraag om te beantwoorden kan je toch stellen. Hoe kan het nou? Hè? Je staat 1-0 voor en dan gaat het alsnog mis. Ja, als wij aan voetballen komen, dan zijn we goed genoeg. We kunnen heel goed meedoen. Je ziet dat clubs daar moeilijk hebben om ons onder de druk te krijgen. Dat gaat prima, maar zodra wij alleen moeten verdedigen. En dat, ja, in Nederland zijn we niet gewend om dat te doen. Maar toch, ja, we moeten daarmee sterk zijn. En zeker in de 16. Ik mag niet koppen, hij ook niet. Met standaard situaties, je moet gewoon echt dodelijk zijn. Alles of niets. En ja, nu gaat het twee keer achter elkaar twee keer fout in een korte tijd eigenlijk. En we moeten zo snel mogelijk leren, want er zijn echt bonuspunten voor ons die mee konden meenemen naar Tilburg. En staan we weer met lege handen. Ja, dan sta je met een kater hier, ons te woord. Ik, echt, op dat moment, ik voel me echt zo'n raar gevoel. Ik kan er gewoon niks zeggen. Afsluitend, je hebt natuurlijk wel een geweldige wedstrijd gespeeld. Zeker in de eerste helft heb ik 3-4 geweldige reddingen van jou gezien. Ja, ja. In dat opzicht ben ik blij. Ik probeer altijd mijn best te doen, alles geven om de club en de jongens te helpen. Dat ging aardig. Van de andere kant zat ook, ik had een beetje geluk met de penalty. Ik was zelf opgelukt dat die over ging. Ik dacht, die ging over. Dan, volgens mij kan het niet meer fout gaan. En toch is het weer, toch is het weer fout gegaan. En, ja. We moeten knop schakelen, want de volgende wedstrijd is voor de deur, de woensdag. En we moeten weer staan.